Voor mij persoonlijk betekent de terugkeer van Beerschot na 7 jaar een enorme opsteker aan de club, aan de medewerkers en vooral aan de supporters die in 2013 de start hebben gegeven van het nieuwe project, zogezegd. Hier komen we Thomas. Een vast putje van 2000. Zien dat een tribune staat, is dat hier de vaste stek. In 33 jaar heb ik geen één wedstrijd gemist. Juist deze match voor de promotie, die mocht niemand gaan kijken, dus ik was niet alleen natuurlijk. We hadden een zaaltje ingericht in 4 bubbeltjes van 5 personen, dus dat was allemaal tip-top in orde, wat vlaggen gingen en fanions. Dus dat was plezant. De wedstrijd die ik nu gemist heb, die heb ik helemaal anders beleefd dan hier in de tribune. De sfeer alleen al gemist had. En die beleving is anders. Hè. Voetbal op televisie. Normaal gezien zie ik nooit voetbal op televisie. Ook niet van de nationaal ploeg of dit of dat. Op televisie voetbal zien, dat is voor mij. Dat boeit mij niet. En mijn eigen ploeg op televisie zien, dat is de eerste keer dat ik dat meemaak. Ik hoop dat wij met z'n allen terug ten laatste in oktober aanwezig kunnen zijn. En we zullen afwachten wat de hoge rand precies wordt. Hè. Voilà, zeg. Dat is een goede nacht. Hey. Jordan. Speciaal voor u, een gesigneerd truitje. Nou, dat je helaas het eerste match hebt moeten missen in 33 jaar. Dus voilà, ik hoop dat hem gaat passen, alsjeblieft. Dank je wel. Wat ik dit jaar van het seizoen verwacht, is dat wij een rustig seizoen kunnen draaien. Gewoon een af en toe een uitschieter, uiteraard de derbies, die moeten we winnen. En dan nog eens een keer Anderlecht, Bruggen hier thuis kloppen en voor de rest gewoon rustig spelen, klantenbinding doen en zorgen dat we een goede ploeg bijeen krijgen voor volgend seizoen, dat we dan terug mee kunnen doen voor de prijzen.